It's number one. Leuk dat je kijkt en welkom bij een nieuwe review. Mijn naam is Ruben Koet, de ride specialist van Nederland. En ook in deze video neem ik jullie mee naar een paar mooie attracties. Ja jongens, welkom allemaal in Keulen. Keulen Deutsch is weer kermis. Een van de laatste kermis die we gaan doen, want het is ijskoud. De wind die snijdt in mijn gezicht. Maar dat is ook voor Duitsland een van de laatste kermissen. Je hebt nog Soest dit weekend, Dinslaken, Bergheim en dat is wel zo'n beetje ten einde in Noord-Rijn-Westfalen dan. En dan heb je nog de Weihnachtsmarkten. Die is dan volgende maand, maar dat zijn niet echt kermissen, dat is meer kerstmarkten waar kermis toegevoegd is. Dus voor dit kanaal wordt het ook een van de laatste kermisreviews die we gaan uploaden dit jaar. En om heel eerlijk te zijn, met dit weer loop je ook niet graag over een kermis heen. Het begint ook wat te druppelen nu. Ja, het wind, hè, dat hoor je. Heel erg waaien. Nee, we gaan even overheen lopen en dan gaan we even afscheid nemen van het seizoen 2016. Nou, welkom dames en heren in Keulen. Power Tower 2, de hoogste transportabele vrije valtoren ter wereld. Oh nee, dat is er niet meer, dat is hangover. Maar het blijft toch een imposant ding om te zien hoor. Ik vind rit nog wel leuker. Qua val misschien niet, maar je hebt wel langer rit in deze toren dan in hangover. Want die valt van één keer naar beneden, soms twee keer. En dat is het dan. En deze blijft gewoon op en neer gaan. Berg und Tal achterbaan. Een vergelijkbaar baantje zoals wij die in Nederland hebben. De Big Roller Coaster on Buwalda. Die onlangs door je sit-up gestaan is op de kermis. Een klassieke BWL-stemming in Duitsland draait nog steeds. Gewoon een vol tapijtje, de 1001 nacht voor Hartman. Met daarnaast de Booster Max van Hoefnagels. Ja, ook een soort vliegende tapijt, alleen gaat hij wat harder. En je hebt genoeg volk voor de kassen zo te zien. Behoorlijk druk bij je. Het is de laatste dag hier op de kermis en in Duitsland is het al gewoonlijk om voor te breken. De hele grond van de autospoed hebben ze er wel wat vanaf gehaald. Iets wat we bijvoorbeeld in Nederland niet kennen. In België wel, maar de breken ze al voordat ze opbouwen. Ze staan gewoon de hele kermis halve zaken. De breakdance van Kalinga ditmaal. Ja, op deze kermis staan verschillende soorten breakdancers. Zo die Erik iemand een keer staan, Bonner. En nu weer Kalinga. Van mij is al tweede of derde jaar dat Kalinga hier nu staat. Dat zien we niet zo heel vaak. Dus in dat opzicht is het wel leuk dat hij hier staat. Zo, vrienden, wollt ihr nog een ronde? Hier ben ik weer in de heerlijk oud geluidje. Sommige breakdance hebben nieuwe motoren, die hoor je met zo'n loeien zoals deze. Ik vind het wel een prachtig om te horen. Een mooie grote Europarad. Niet te vergelijken met onze Europarad, die is twee keer zo klein. Wat vooral mooi is op dit rad zijn die, dat heeft eigenlijk dingen zo ook wel harms. Heel veel Dylans wiel. Die programma's van die ledlichten, daar kunnen ze vervuur in maken, daar kunnen ze alles mee. Vroeger had je zeg maar alleen maar looplichten, dan had je led. Prachtig. Heel mooi, net vuurwerk. Keulen is altijd eigenlijk wel een rare kermis. We sluiten hier heel vroeg. Om 10 uur gaat de muziek uit, 11 uur gaat de kermis dicht.
vanwege de omwoners de overlast te beperken. Zo sneu hoor. Echt heel sneu. Maar ja, gelukkig zijn we vandaag nog op tijd, dus zijn we nog even te gaan. De Giro niet goed, maar het regent nog steeds. En in de pretparken zijn dit soort dingen gesloten met regen. Maar hier is hij gewoon geopend. Dus het kan wel een glijbaan open met regen. In Duitsland zijn bijna alle zaken mooi, dus ook de spelzaken. Alles ziet er heel netjes en verzorgd uit. Mag uiteraard niet ontbreken op een Duitse kermis, een muziekexpress. Het spook uit Schloss Dracula, mensen. Laat je er vooral van binnen zien. Dit is overgewaaid in Frankrijk, zo'n kids playhouse is dat, dat je vaak in speeltuinen ziet. Ze hebben een parcoursje meegemaakt, zo'n funno, speciaal voor de allerkleinste kinderen. Ik ben benieuwd of het hier in Duitsland ook gaat aanslaan. En nou bekennen we ons, dames en heren, de blower. Heeft ook in Nederland gereisd. Ze hebben wel helemaal opgeknapt. Alleen de kruizen werken niet. Dus je hebt nog een beetje deel van die attractie. Zullen ze wel repareren. Maar hij reist dus tegenwoordig in Duitsland. Zo ziet hij eruit. Wat ik ook jammer vind, zijn die bliksemschichten. Die staan er ook niet meer op. Maar dat was toch wel een kenmerk van de blower, hoor. Misschien dat die later er wel weer terug op komen, maar... Ja, hij is nog niet helemaal tiptop in orde. Naast de Time Factory hebben ze ook nog een groot funhouse, XXL funhouse. Even een beetje kent de weg van Duitsland, dus ook hier staat de Around the World. Heeft ook een keer in Uderen staan in Nederland, de Highway Swing van Schaar. En ze hebben flink voorgebroken, er staat geen naam meer bovenop. In het midden hebben ze ook de decoratie weggehaald. Net zo min als hier in die rondjes, daar wordt eigenlijk ook decoratie in. Een beetje jammer, maar ja, dat is als je in Duitsland de laatste dag gaat. Ik zie dat heel veel dat ze wel van attractie afgebroken hebben. Ja, waarom? Tijd is om zo snel mogelijk naar de volgende plaats te gaan. Maar ja, toen van de meeste ook gewoon de laatste kermis van het seizoen. Jammer, je ziet het niet goed, maar het begint harder te regenen. Ik had even in de blower willen gaan, maar ja, gezien het feit dat hij kapot is, slaan we die even over. En de camera niet zo heel goed tegen regen kan, dus in deze review gaan we helaas even nergens in. En hier zijn we ook ten einde van de review, dames en heren. Kermis Keulen Groot, zoals ik een aanrader ga spreken per jaar hier in Keulen, op dezelfde locatie, ongeveer net zo groot. De attracties verschillen er al, maar ik vind dat toch wel ja, een mooie attractie aan. Je zal toch wel leuke dingen vinden, zoals ik heb bijvoorbeeld van die blower. In het voorjaar komt hij vervallen dan de Heroes, alle twee in Tivoli Orbiter. Alleen jammer dat de blower kapot was. Maar ja, ik ga in ieder geval door naar de volgende kermis, trekpark, zwembad, weet ik veel wat, en we zien elkaar dan weer.